Kiet geen advocaat, ik laat de rechter links liggen. Je stuurt links, stuur je links, back, net als Willems. Jee, rechts van mij staat links. Links, hoe ging het? Ja, niet zoals ik gehoopt had, man. Het ging weer beter dan de auditie, dus vooruitgang zit erin. Maar nee, man, die laatste ronde ging echt niet goed. Dus, Nou, maar je eerste twee rondes waren gruwelijk. Ik zeg eerlijk, iedereen was hier ook in het publiek. Ze konden niet wachten tot jij zou beginnen aan je derde ronde. Ja, en jammer genoeg heb ik daar dan weer in teleurgesteld. Ik weet gewoon dat ik die bars kan schrijven. Nu is het kwestie van ze gaan te leveren, man. Goed in mijn kop stouwen en de zenuwen onder bedwang gaan houden. Goed in je kop stouwen. Nee, bij je auditie gebeurde het natuurlijk ook, maar toen lag het aan je korte voorbereiding. Wat was dit keer? Ja, toch de zenuwen, man. Er waren redelijk veel mensen die wel een beetje vertrouwen in me hadden. Dus, en ik weet gewoon... Terecht, denk ik ook. Ja, dankjewel. En ik weet hoe gruwelijk Jensen al is. Over gruwelijke Jensen gesproken. Ja. Hoe vond jij het gaan? Ja, ik vond het lekker gaan, man. Ik was wel tevreden. Ik wist niet helemaal hoe het publiek zou reageren op mijn shit. Wat is je met die rommelmarkt? Ja, wat de fuck? Ik vind het grappig, maar ja. Geen idee wat mensen hard vinden. Maar ja, heel goed. Je bent prachtig vaag bezig en het slaat ergens en nergens tegelijk op. En nou, het mooie aan jou is, we hebben nog niet iemand zoals jij. Ja, thanks. Yeah. Dus nou ja, zou je nog tegen iemand willen gaan voor de ronde? Ik weet het nu niet zo, man. Zou ik daarvoor moeten nadenken? Heb je in ieder geval wel, zeg maar, kijk, we zijn nu begonnen aan een nieuw seizoen. In 2019 beginnen weer de achtste finales. Yeah. Heb je wel je doel daarop gericht? Ik zou daar wel mee willen doen, ja. Lijkt me fucking dope. Ja, sowieso. Ik heb echt het gevoel dat je gaat lukken ook. Links, we spreken bij deze af dat jij de volgende keer even clean gaat komen als je eerste twee rondes. Ja? Alright. Hallo Ali, hier bij Punch Out Live. Straks om 7 uur staat de battle online. Ga hem checken. Tot de volgende keer.